Mijn naam is Feride Toosen. Ik ben al 10 jaar strafrechtadvocaat. En vanaf 2019 heb ik mijn eigen strafrechtkantoor, Toosen Advocatuur. Goedemorgen, wat leuk. Welkom. Zin in koffie? Ik ben sinds 2013 advocaat, inmiddels al bijna 10 jaar. Maar ik wist het, toen ik 4 was, wist ik al dat ik advocaat wilde worden. Ik kan en kon toen ook niet tegen onrecht. En als iemand gepest werd of als er iets aan de hand was, dan nam ik het altijd voor diegene op. En dan zeiden ze van, wat bemoei jij je nou daarmee? Ben je de advocaat of zo? En toen dacht ik, weet je wat, dan ga ik het worden ook. En thuis zeiden ze ook, oh, heb je de advocaat, zij wordt advocaat. Dus het zat echt erin gegoten. Ik was eerst dus 6,5 jaar lang in loondienst bij een advocatenkantoor. Dat ging heel goed. Maar op een gegeven moment ben je wel toe aan iets meer. En toen heb ik eigenlijk, nadat ik een kind kreeg, toen zij 8 maanden was, ben ik op mezelf begonnen. Ik dacht, ik zie het wel. En anders kan ik altijd nog ergens terug in loondienst. Maar ik ga het gewoon proberen. Oh, sorry. Ja, ik word wel vanuit de gevangenis gebeld. Advocaat Toosen. Oké, dag. Succes. Vakantie na het werken. Ik heb nog nooit een 3-daagse werkweek meegemaakt. Doe maar 7 dagen werken. Als strafrechtadvocaat ben je 24/7 aan het werk. Echt waar. Dus je kan 's nachts worden gebeld door een cliënt die zegt, ik word nu meegenomen, helemaal dronken. Help! Maar je kan dus altijd worden gebeld. Moet mijn dag echt beginnen met een goed bakje koffie? Gemiddeld 3 bakjes koffie per dag. En dat valt eigenlijk heel erg mee vergeleken met alle andere advocatencollega's. Die zitten echt aan de lopende band, aan de espresso, dubbele shot, top op. Nou, balans moet je eigenlijk niet meer gaan zoeken als strafrechtadvocaat, ook niet als je kinderen hebt. Het is heel lastig, dat geef ik echt wel toe. Mijn dochtertje, zij telt sowieso voor 3, 4 jongens. En zij is heel druk, op kantoor of op zitting. En ik moet het hele land doorreizen. Ik word niet zo moe als dat ik met haar een dagje thuis zit. Ongelooflijk hoeveel energie dat kind heeft. Geef mij maar liever 2 moordzaken hoor. Echt. Liever alleen dan niet leuk samen. De hele dag, maar niet in de avond door. Werken in het weekend. 24/7 werken totdat je een beetje meer vrijheid hebt. Als strafrechtadvocaat sta ik alle type verdachten bij, dus waar je maar ook van wordt verdacht. Behalve, en het klinkt misschien krom, mensen die verdacht worden van kindermisbruik. Of die verdacht worden van terrorisme. Ik kan geen goed rechtsbijstand verlenen aan mensen die verdacht worden van kindermisbruik. En ook zij verdienen goed rechtsbijstand. En dat laat ik dan dus over aan collega's die daar geen moeite bij hebben. En bij terrorismeverdachten is dat anders. Ik heb er geen zin in dat AIVD mijn kantoor gaat afluisteren. En daarmee breng ik dan andere cliënten in gevaar. Een beroepsgeheim is 100%. Je kan daar met geen enkele wat dan ook in je gedachten aan omheen. Dus dat moet je nooit overtreden. Als iemand mij iets in persoon, als advocaat, cliënt, verhouding, aan mij vertelt, dan blijft dat 100% geheim. En het is echt een fictie dat mensen eerst aan de advocaat gaan vertellen dat ze morgen iemand gaan vermoorden. Dat gebeurt gewoon niet. Er zijn wel heel veel mensen die boos zijn en die van alles roepen, maar dat moet je niet serieus nemen. Ik heb eigenlijk niet echt per se meer een droom. Maar mijn droom was altijd het worden van een hele goede strafrechtadvocaat. Ik denk dat ik dat wel bereikt heb. Daarnaast ben ik ook zomaar uit het niets gevraagd om rechter plaatsvervanger te worden. Dus ik denk dat in die zin dat ik niet heel veel dromen meer heb, maar ik wil behouden wat ik heb. En dat vasthouden is denk ik lastiger dan dat bereiken.